Welkom bij Haaksbergen in beeld. Vandaag zit in onze interview wethouder Scholten tegenover ons. En wij gaan dus even een lekker gesprekje ervan maken vandaag. We kijken in de eerste plaats, wat is er in de afgelopen maand binnen uw portefeuille nu gebeurd, meneer Scholten? Dat is een algemene vraag. Ja, dat is heel algemeen, hè? Nou goed, de gemeenteraad heeft natuurlijk bij meerderheid een besluit genomen om de verklaring van geen bedenkingen rond de mogelijke zoutwinning zeg maar in Haaksbergen, Sint-Isidorushoeven, om daar het groene licht voor te geven. En nu is het aan het ministerie van Economische Zaken die over de omgevingsvergunning gaan afwachten wat daaruit komt. En dan zal er een volgende stap gezet worden. Dus dat is even afwachten. Maar goed, in ieder geval de raad heeft bij meerderheid daar een besluit over genomen. Dat is denk ik een belangrijke... Gaat de minister snel beslissen? Weet u of komen er nog bezwaren? Ik ga ervan uit dat die ontwerpvergunning wel snel verstrekt gaat worden. Ervan uitgaan dat ze ook alle achterliggende stukken op orde hebben. En vervolgens gaat dat dan kan men vervolgens bezwaar maken, ja. Mm-hmm. Dat gaat vast gebeuren. En hoe dat traject gaat lopen, dat weet ik dan niet. Maar goed, betekent voor ons wel even een tijdje rust aan het front op dat dossier. Wat is er nog meer gebeurd afgelopen maand? We hebben natuurlijk het ontwerp addendum. Addendum, ja, daar heb ik ook nog wat vragen over natuurlijk. Ja, het ontwerp addendum, dat lijkt me een heel moeilijk woord. Ontwerp addendum structuurvisie. Dus nou, noem het dan maar even een geactualiseerde structuurvisie. Dat landt misschien beter. Het is een ontwerp. Daarmee geven we eigenlijk als college aan van dit is de denkrichting. En dat addendum is gebaseerd op een rapport wat Strootman voor ons geschreven heeft. En waarbij vooral met een landschappelijke bril naar een mogelijke woningbouwindustrielocaties gekeken is aan de randen van Haaksbergen, Sint-Isidorushoeven en Buurse. Dat is aan de orde geweest in de commissieruimte, hè? Ja, maar met name meer in de toelichtende zin. Dat plan ligt vanaf 14 december ter inzage. 6 weken lang en dan kunnen mensen daar een zienswijze op indienen. Er zijn al wel insprekers op geweest, hè? Ja, maar daarnaast loopt een traject en dat maakt aan de ene kant ook wel weer, maar op zich wel weer logisch. We hebben natuurlijk wetvoorkeurs der gemeente gelegd op uit mijn hoofd iets van 839 hectare alleen al rond Haaksbergen. En daarnaast nog een aantal hectares in zowel Sint-Isidorushoeven als Buurse. En die trajecten lopen deels parallel, maar hebben uiteindelijk ook wel met elkaar te maken. Op het moment dat je een ontwerpstructuurvisie vrijgeeft, daarmee laat je ook zien van dit is een denkrichting vanuit het college waar wij denken dat mogelijk gebouwd kan worden. Waarbij ik wel moet aantekenen, puur vanuit landschap gekeken. Dus er wordt niet op essengrond, niet in beekdalen mogelijk gebouwd. Maar daarnaast zul je ook de economische uitvoerbaarheid, milieutechnisch, qua bereikbaarheid. Dus je zult nog heel wat stappen moeten zetten. Er zijn al wel wat hobbels, denk ik. Voordat uiteindelijk met elkaar bepaalt of je definitief de wetvoorkeursrecht gemeente erop legt. Leg het ons even heel kort uit, wetvoorkeursrecht gemeente. Dat betekent eigenlijk dat je je grond op dat moment als je het wilt verkopen aan de gemeente moet aanbieden. En die moet dan vervolgens binnen een periode van uit mijn hoofd 6 weken reageren. En daar is een soort voorlopige WVG op gelegd. Die moet binnen 3 maanden bestendig worden door de gemeenteraad. Dus de gemeenteraad komt op dat front ook nog in beeld. Dat moet voor februari volgens mij. Binnen 3 maanden na, uit mijn hoofd, 23 november. 23 november, ja. 3 maanden bij opgeteld. Volgens mij vindt dat plaats op 14 november commissie, 14 februari commissie, 15 februari besluitvorming. Besluitvorming. Dan heb ik puur over de WVG. Ja, ja. Het addendum, het ontwerp, heeft een langere adem, de structuurvisie. Daar kun je nog eentje mee verder. Ja, de structuurvisie, ik denk dat het ook wel goed is om daar even op in te haken. Want er wordt natuurlijk ontzettend veel gesproken over het bouwen over de oude N18. En het feit dat daar gebouwd gaat worden. Ik heb dus vernomen dat er vanuit de provincie in het verleden is aangegeven dat er over de oude N18 niet gebouwd mocht worden. Ja, nou ja, ik kan me deels ook herkennen in dat beeld wat u schetst. In feite is de
oude N18, toen nog de Rondweg, N18, is Rondweg, heel lang gezien als een soort harde grens. Hè? Ja. Maar als je het in het huidige, tijdsbestek beziet, waarbij en de oude N18 is hergewaardeerd. Ja. Tenminste, daar zijn we mee bezig. Ja. De snelheid is terug, het aantal vervoersbewegingen is achterover. Er is geen rondweg meer. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het is bijna een soort zachte rand geworden. Hè? Maar dan heb ik het alleen maar over het Haaksbergh-Zuidgedeelte, mm-hmm. Honest, Buzenstraat. Eigenlijk hebben we gezegd, je moet alle randen bekijken. Vandaar dat er ook gekeken is naar west en noord. Natuurlijk. Van de Veldmaat heeft Stolman eigenlijk gezegd, ja, dat is al zo goed als af. Nou ja, los van wat de Raad daar TZT van vindt, dat horen we ook graag, maar ook wat mensen hun zienswijze daarop kunnen indienen. Hebben we wel gezegd, en dat is denk ik de essentie. We hebben heel lang gedacht, we bouwen 500 woningen maximaal. De huidige tendens is dat we veel meer moeten gaan bouwen. En daarnaast is het ook zo, wij kunnen niet alleen maar volstaan met locaties binnen de kom, inbrengingslocaties. Inbreiding niet. Dus dat bij elkaar. En dan gaan we natuurlijk ook met de provincie bespreken van jongens, ja, we kunnen ons niet alleen maar richten op inbrengingslocaties. De nood is zo hoog. Dan moeten we een beetje naar buiten. Ja, ja, en ook wetende dat voor de planvorming en realisatie, ja, je bent zo een aantal jaren verder. Dus die vaststelling van de provincie geldt eigenlijk nog steeds? Nou ja, uiteindelijk denk ik niet helemaal waar. Bijvoorbeeld zo'n plan Diepenmaat, waar we nog steeds wachten op de Raad van State uitspraak. Daar is natuurlijk ook al een voorbeeld van, weliswaar met KGO-beleid. Daar heb je feiten, ga je ook al over de rand heen. Wat is KGO-beleid? Kwaliteitsimpuls groene omgeving. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, en een eindje verderop, waar vroeger dus de oude Marchezeeskazerne stond, waar die, ook die huizen zijn gebouwd al net over de rondweg, zeg ja, maar. Ja, de. Kijk, en de achterliggende gedachte is dat we eigenlijk eigenlijk zoveel mogelijk regie willen hebben op de kwaliteit van de woningen en het aantal woningen, ook in de verschillende prijsklasses. En dat kun je doen doordat je zelf eigenaar bent van de grond. Dat hoeft niet altijd per se. Het gaat erom dat je, of met de grond eigenaar zelf, dat je met elkaar tot overeenstemming komt over het type woning, aantal woningen. En dat is eigenlijk de achterliggende. 30, 40, 30. Bijvoorbeeld, die door de gemeenteraad, ik denk ook terecht, waarbij ik meerdere malen daarop gewezen word. God, meneer Scholten. Ja. U wilt wel bouwen, maar bouwt u wel voor alle categorieën. Beetje, u hebt wat in te halen, om het zo maar te zeggen. We hebben wat in te halen. Ik denk dat het wel even goed is, want dat kreeg ik vorige keer ook nog. Dat 30, 40, 30, kunt u dat nog even uitleggen? Ja, 30, eigenlijk voor elke nieuwe woning die je bouwt, 30%, de eerste 30, dat is sociale huur. 40%, dat is betaalbare huur, betaalbare koop. En die andere 30% is in het duurdere segment. Okay. Alleen er is nog wel wat discussie over het begrip betaalbaarheid. Want daar kun je. Dat is rekbaar. De een die koppelt dat aan nationale hypotheekgarantie. Een ander koppelt aan een bedrag, bijvoorbeeld €250.000. Wat ik ook vanuit het Team DAP wel eens hoor. Dat hoor je nog wel eens. Dus uiteindelijk hebben we ook toegezegd: laten we daar ook een notitie aan wijden. Wat is betaalbaarheid? Want daar kun je natuurlijk ook van mening over verschillen. Ja. Maar ik zie het ook als meer als oproep van zorg dat je ook voor je eigen jongeren die nu nog thuis wonen of vanuit een afstudeersituatie komen, dat je Haaksbergh in die zin ook aantrekkelijk voor hun houdt. Ja, ja. Dat je ook de juiste woningen bouwt. Hele opgave, dus ik ben wel blij dat we daar nu iets meer tijd voor hebben om daar. De druk is er een beetje af natuurlijk. Ja. Hè? Van allerlei dossiers die wat moeilijk lagen. Maar er ligt natuurlijk nog een dossier nogal moeilijk. En op dit moment worden daar zienswijzen voor ingediend. Het marktplan. Hè? Ja, ja. Hoe staat het daar nu mee? Daar kunnen we niet omheen, marktplan. Nee, daar kunnen we niet omheen. Willen we ook niet omheen. Nee. Goed, daar hebben we natuurlijk in het verleden ook al meerdere uitspraken over gedaan. Hè, dat we, wat we steeds hebben gezegd is van, we moeten het een mooi afronden. Hè. Dat moet onderdeel zijn van het marktgebeuren. En op dit moment zetten we volop in op een supermarktvariant met appartementen. U wilt toch de wethouder worden die 30 jaar discussie echt afrondt? Neem ik aan. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Maar het gaat niet om mij, hoor. Nee. Uiteindelijk hoop ik dat ik daarmee ook de samenleving, zeg maar het algemeen belang, ik denk dat het daar vooral om gaat. Daar moet het om draaien, natuurlijk. Ja. Dan, we moeten dat gat eindelijk dicht hebben. Ja, dat, ja, ja.
Ja. Dat zou wel mooi zijn. Dan kun je de markt ook weer wat vrolijker maken, denk ik. Ja. Want het is nou natuurlijk wel een verschrikkelijk gat. Wat nou ja, en ik denk toch ook de grote uitdaging is ook om daar voldoende groen in het centrum te houden. Ik denk dat we daar ook wel een stapje extra mogen zetten. Prima, dat we niet alles graag verstenen. Het plan ligt nu ter inzage. Wanneer moet de zienswijze ingediend zijn? Ik dacht toch, ik weet niet of het eind deze week, of in ieder geval deze maand is de afronding. En vervolgens gaan we ze beoordelen. En, wat houdt dat beoordelen nou precies in? Nou ja, als iemand een zienswijze indient, zul je daar ook een stukje repliek op moeten. Het kan best zijn dat zo'n zienswijze ervoor zorgt dat je het plan iets aanpast op onderdelen. Bijvoorbeeld op dat je zegt, beargumenteert om die en die gronden. We nemen daar notie van, maar het is voor ons geen aanleiding om het plan te wijzen. Nou, dan ga je in feite van ontwerp naar vaststelling, bestemmingsplan. Dat is dan uiteraard de raadsbevoegdheid. Daaraan voorafgaand is er vaak nog een soort hoorzitting, waarbij mensen die in de zienswijze ingediend ook nog in de gelegenheid zijn om eventueel in richting raad nog een zegje te doen. Een openbare hoorzitting? Ja, dat is altijd openbaar. Dus die zienswijzen zijn niet geheim? Die zijn sowieso niet geheim. En ook niet de repliek van het collegezijde. Die zijn eigenlijk straks onderdeel van de vaststelling van het bestemmingsplan. Die zitten gewoon bij de 30, 40 bijlagers. Hebt u er al een beetje een beeld van? Zonder helemaal te schoten klappen, maar wat voor zienswijzen er gaan komen? Nou, ik verwacht vanuit een aantal ondernemers, maar ook vanuit een aantal buurtbewoners sowieso wel zienswijzen. Ondernemers hebben dure advocaten ingehuurd, toch? Ja, maar goed, we hopen dat we niet in dat. Maar goed, wij hebben ook dure advocaten, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Je wilt voorkomen dat je in juridische procedures belandt. En als dat zo is, hoop je ook dat je goed beslagen te ijs komt. En daar hebben we natuurlijk heel veel in geïnvesteerd. Ja, ja. Meer dan de vorige keren, denk ik. En dat noemen we wel eens Raad van Statenproef. Ja. En dan denkt u op dit moment dat het nu Raad van Statenproef is? Ja, daar gaan we vanuit laat onverlet dat je misschien op onderdelen. Ja. We willen helemaal niet dezelfde situatie als een aantal jaren terug. En wanneer begint het finale overleg met de ontwikkelaars? Ja, in feite heb je feitelijke invulling. Nou ja, kijk, in feite ben je nu ook al op de achtergrond aan het kijken van goh, welke bedragen ga je als gemeente vragen voor dat stukje grond. Dan heb ik het over het gedeelte wat van de gemeente is. De heer Roerink heeft natuurlijk een aantal percelen, niet alleen het bronterrein, maar ook het voormalige pand Koningsterrein. Ja, en we zijn natuurlijk ook nog in gesprek met het bestuur van de katholieke kerk, dus je moet daar wel. Dat is nog steeds niet afgerond? Dat is nog niet afgerond, nee. Oké. Okay. Dus. Maar er wordt wel afgerond, dat ben ik ervan overtuigd. Ja, wij gaan gewoon door, maar wel inderdaad in alle transparantie en Ik wil net zoals de vorige keer bij de commissievergadering toch de rotonde nog even aanhalen. De VVD had er een vraag over. Hoe zit dat nou eigenlijk? Voor zo'n rotonde hoef je toch geen jaar uit te trekken om die te maken? Ja. Waarom duurt het zo lang? Ja, dezelfde vraag hadden we ook een beetje bij de werkzaamheden van de rotonde Hengeloze Straat. Ik ging er ook vanuit, jongens, het is een kwestie van een stukje grond afgraven. Maar dat is er niet. De meeste tijd zit in het ondergrond. De meeste tijd zit ook in het verleggen van, het extra aanleggen van rioleringen en ook klimaatrobuust. Dat is één, kabels en leidingen. Dat is natuurlijk één wirwar in de loop der jaren ontstaan ondergronds. Daar wil je natuurlijk ook op een ordentelijke manier. En dan is misschien het asfalteren aan zich is misschien wel de kortste tijdspanne. Terwijl gevoelsmatig denk je, goh, het hoeft alleen bovengronds wat te gebeuren. En ander moet ik ook wel daarbij aantekenen dat het weer natuurlijk ook niet heeft meegespeeld. Nee. Hè? Door de stratenmakers, ja, je kunt een jas aan doen, maar je kunt niet al. Nee, dit soort weer kun je relatief weinig doen. Dat was ook de reden dat de Veldmatenstraat ook een week later is vrijgegeven dan oorspronkelijk gepland. Ja. Maar ook daar moet uiteindelijk nog een toplaag overheen. Ja. Maar daarvan hebben we gezegd, dat moet je met dit huidige weer niet willen. Er wordt nog gewerkt, je wilt daar ook een goede kwaliteit. Een mooie kwaliteit erop. Maar men kan er nu gewoon in de kerstmaand of in de decembermaand van B naar A komen. En daar zijn we ook wel blij mee. Dus. Vandaag hebben we als Haaksbergen geweten dat ze daar hebben gewerkt. Hè? Want het straaltje wat uit de kraan kwam in heel Haaksbergen was wel heel minimaal. Ja, ik had geluk dat ik niet naar het toilet hoefde. Maar ik begreep van wat collega's dat
dat er ergens een waterstagnatie... maar ik wist niet dat het daaraan gerelateerd was. Volgens mij zou het daaraan gelegen hebben. Dat de werkzaamheden is geraakt of... Maar goed, we kunnen nu in elk geval weer koffie zetten. Ja, ja, en ja. We moeten aan dit gesprek helaas weer een einde maken, want onze tijd is weer op. Ja. Hartelijk dank voor uw antwoorden op onze vragen. Ja. En we wensen u goede feestdagen en een goed uiteinde. Ja. En dan zien we elkaar in elk geval in het nieuwe jaar weer. Ja. Jullie ook hartelijk bedankt. Dank voor uw aandacht als kijkers en luisteraars. Tot de volgende keer.